Ik ben Ilem Elmoyait en ik ben medewerker publiekszaken bij de gemeente Barneveld. Ik werk voornamelijk aan de balie. Ik doe alle aanvragen waar de inwoner mee komt. Dus paspoorten, ID-kaarten, rijbewijzen, maar ook uittreksels. Bijna alles komt wel voorbij aan de balie. Ik vind het werk heel leuk, maar ook het contact met de mensen. Ja, dat diegene met een goed gevoel de deur uitgaat, dat vind ik het leukst. De eerste persoon die de inwoner ziet, dat ben ik. En vandaar dat ik mij heel erg als een visitekaartje voor gemeente Barneveld voel. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zich welkom voelt bij ons. Dat iedereen ook weet dat ze altijd bij ons terecht kunnen met vragen. Nou, het meest verrassende vind ik dat het heel divers is. Hiervoor dacht ik, ja, je vraagt een rijbewijs aan of een paspoort en that's it. Maar er zit veel meer achter. Nou, dit is een foto voor het gemeentehuis. Ja, ik voel me echt op mijn plek bij de gemeente. Ja, ik voel me heel welkom. Aan de balie krijg je vaak wel persoonlijke verhalen te horen. Dan vind ik dat wel heel bijzonder dat ik daar deel van uit mag maken. Dit is een foto van mijn werkplek in de back-office. Hier werk ik als ik niet achter de balie zit. Nou, ik vind mijn baan een aanrader omdat ik superleuke collega's heb. Het voelt echt als een warm bad. We helpen elkaar graag, we zijn er echt altijd voor elkaar. Nou, ik ben heel blij dat ik voor de overheid werk, want ze zorgen gewoon heel goed voor je. Je bent echt een mens en geen nummertje. En dat vind ik wel heel belangrijk.